Geweldig dat jullie vandaag gekomen zijn. Vormelingen, hun begeleiders, mensen om workshops te doen en ook echt koren. We zijn blij dat we zo samen vandaag over de Heilige Geest mogen praten, mogen bidden om de Geest en geestkracht vragen voor onszelf, voor onze kerk en de wereld waarin we leven. I will sing with the Spirit, heeft het koor gezongen. Dat klinkt heel enthousiast. Dat zijn woorden van Paulus, die zegt, de dingen die ik zeggen wil over God, die moet ik zeggen met de kracht van de Heilige Geest. De Geest van God, daar word je blij van, enthousiast en sterk. Eén keer per jaar vieren we in de kerk Pinksteren het feest van de Heilige Geest. Maar dat is veel te weinig om de kracht van de Geest elke dag opnieuw te ervaren. Daarom is het goed dat we vandaag hier over de Heilige Geest nadenken en bidden om de kracht van de Geest. Gelukkig is de Heilige Geest nooit ver weg. Want als je gevormd bent, als de handen zijn opgelegd en je bent gezalfd, dan mag je erop vertrouwen dat de Heilige Geest, de Geest van Jezus, altijd bij je blijft. We lazen in de Evangelie dat de leerlingen de Heilige Geest kregen, de leerlingen van Jezus. Ze waren ontzettend bang. Ze waren bang omdat ze dachten, als wij in Jezus geloven, worden we misschien wel gevangen gezet. Gaan ze ons misschien wel uitlachen en gaan ze ons misschien wel pijn doen. Want dat hadden ze bij Jezus ook gedaan. Ze hadden Jezus gevangen genomen. Ze hadden hem aan het kruis geslagen en toen gezegd, weg met hem. En toen ging hij dood en toen dachten de leerlingen, nou hebben we niemand meer. Nou laat zelfs God ons in de steek. Ze deden de ramen dicht, de deuren dicht, dan zitten we misschien veilig, kan niemand ons zien, kan niemand ons horen. En dan komt Jezus binnen. En hij laat zijn handen en zijn voeten zien. Hebben jullie enig idee waarom hij zijn handen en zijn voeten liet zien? Omdat hij daar geslagen is. Want wat zaten er in de handen en de voeten van Jezus? Spijkers aan het kruis. En dat kon je nog heel goed zien, want de wonden waren nog in zijn handen en zijn voeten. En toen dachten de leerlingen, hij is echt. Kijk, maar je kunt zijn handen en zijn voeten zien dat hij geleden heeft. Maar ze waren vooral blij. Want toen hij aan het kruis dood ging, dachten ze, komt nooit meer goed. Maar nu ze Jezus zien in levende lijven, en ze zien die wonden, denken ze, hij is dezelfde. Dezelfde die ons van alles geleerd heeft. Dezelfde die is rondgetrokken met ons, die wonderen deed, die mensen blij maakt met de liefde van God. Gelukkig. Hij is bij ons. En dan blaast hij over hen. Beetje gek misschien, je zou zeggen, geef zijn hand. Vrede zeg ik, maar hij blaast over hen. Omdat hij de Heilige Geest wil geven aan zijn leerlingen. En als dat gebeurd is, dan worden die leerlingen opnieuw ontzettend blij. En zijn ze helemaal vol goede moed om de deuren open te zetten, de ramen open te doen en dan over het geloof te praten, over Jezus te vertellen en andere mensen enthousiast te maken voor het evangelie. Gelukkig maar, anders hadden wij er nooit van gehoord. Als die leerlingen niet de geestkracht van God hadden gekregen en bang waren gebleven, ramen en deuren dicht, dan waren ze nooit naar buiten gegaan om te vertellen over God, om te bidden en om mensen blij te maken. De kracht van de Geest was nodig om over Jezus te praten, te zeggen, hij is niet dood, hij leeft. En wat zie je in de eerste leden? Die hebben jullie ook gehoord, dat er heel veel talenten zijn, heel veel gaven. Sommige mensen die hebben heel veel kennis, andere mensen zijn goed voor de zieken, weer andere mensen die weten wat goed en kwaad is. Allemaal verschillende talenten. En die hebben ze gekregen van de Heilige Geest.
goed kunt luisteren, dan kun je naar andere mensen luisteren als ze hun hart is willen luchten. En als je heel slim bent, kun je andere mensen misschien helpen om de goede weg te kiezen. En als je heel veel geduld hebt, kun je ook op mensen wachten die niet zo snel vooruit gaan. En als je ontzettend veel liefde in je hebt, kun je ook andere mensen uitnodigen om vrede te stichten, om elkaar de hand te reiken en dingen te doen die goed zijn. En er zijn nog veel meer gaven van de geest. Er zijn nog veel meer talenten. Gelukkig ook in onze dagen. Een hele goede dokter bijvoorbeeld, of een hele goede juf op school. Of iemand die prachtig de tuin onderhoudt en alles bloeit en groeit. Mensen die mooi kunnen zingen, die zo'n kerk als deze kunnen restaureren. Allemaal talenten en gaven waar anderen blij van worden en waar anderen iets aan kunnen hebben. In de eerste lezing hoorden we dat al die talenten en gaven door de Heilige Geest worden gegeven. En ook binnen de kerk, priesters, diakens, hebben te maken met de Heilige Geest. En zusters die we in ons midden hebben vandaag, die kiezen om een kloosterleven te leiden, gaan van de Geest. Vaders en moeders die zich steeds maar weer inzetten voor hun kinderen, door weer en weer met de fiets naar zwemles, een gave van de Geest. En heel veel mensen in de kerk die het goede willen doen als vrijwilliger, die een zending hebben om pas van werk op werkstad te zijn, gave van de Geest die we niet voor onszelf houden, maar die we bijeen mogen brengen in de ene gemeenschap. Jullie zullen wel denken, nou, die geest heeft het hartstikke druk. En dat is ook zo, en dat is ook de bedoeling. Want God weet net zo goed als wij in geloof dat we niet zonder die Heilige Geest kunnen. Dan worden mensen opnieuw bang, of zijn misschien mensen geneigd alleen aan zichzelf te denken, of kunnen ze niet zien wat ze voor andere mensen aan goeds kunnen doen. En over Jezus vertellen, ook in onze tijd, hebben we daar de kracht van de Geest voor nodig. Want ook heel veel mensen durven nou niet te geloven om over God te praten. Ga jij nou naar de kerk, wat stom zeg? En dan zeggen heel veel mensen maar niks. En die zeggen, dat is privé, dan zeg ik maar niks meer. Maar de deuren en de ramen gingen open bij de leerlingen. En ook wij mogen rustig vertellen dat we met Jezus verbonden zijn. En dat we de kerk van Jezus zijn wereldwijd. Want overal in de wereld zijn mensen die in kracht van de Geest bij Jezus willen horen. Alleen in ons bisdom Antwerpen zijn er 1500 jonge mensen die ieder jaar het vormsel ontvangen. En als je dat optelt in alle bisdommen in de wereld, dan kom je op duizenden en zelfs miljoenen jonge mensen die openstaan voor de Heilige Geest. De Geest van God, om wanneer je groot bent, ook met de talenten te werken die God je geeft. De Geest van God om heel je leven te blijven vertrouwen, God laat me niet in de steek. En om te geloven dat je zelf ook een opdracht hebt om het goede te doen in deze wereld, in Jezus' naam. Misschien wil je wel een dokter worden, of voor de klas gaan staan. Of misschien wil je wel een prachtig huis leren bouwen. Misschien wil je priester worden, of zuster, of diaken. Of misschien wil je wel iemand zijn die een burgemeester wordt. Want ook die kunnen niet zonder de geestkracht van God om het eerlijk te doen en met heel het hart. Beste formulering is maar goed dat wij vandaag ook opnieuw over de Heilige Geest nadenken. Als je één keer over de Geest nadenkt, is echt te weinig. Niet alleen op de dag van je vormsel, maar elke dag opnieuw mag je bidden. Kom Heilige Geest, ik wil de dingen doen met uw kracht. Ik wil leven en geloven met uw hulp. Ik zou je zeggen, ik zou geen bisschop durven zijn zonder de Heilige Geest. Alleen met de Geest samen durf ik het aan. En ik denk dat dat ook zo is voor onze deken die hier zitten. Die vormen met mij samen in het bisdom de jonge mensen met de kracht van de Geest. Ook zij doen dat omdat ze geloven in de Geest van God. En we dragen een mooie kleding als teken van het vuur van de Heilige Geest. Als we dat niet hadden, hadden we niks door te geven. En als we dat niet hadden, konden we vandaag geen bijzondere dag vieren. Geweldig dat jullie er zijn, dankzij de Geest. En ik hoop dat jullie altijd openstaan voor de Geest van Jezus.
en er andere mensen enthousiast worden door jullie woorden, door jullie talenten, door jullie geloof. Want ook de komende tijd is de Geest hard aan het werk. In de tijd van Jezus, in de tijd van de eerste leerlingen en ook in deze 21ste eeuw. Mogen we daarvoor bidden dat Gods Geest gastvrij in jullie hart is en dat Hij te horen is in wat jullie zeggen en in wat jullie doen. Als je de liefde van God met elkaar deelt en mensen bent die op Jezus willen lijken.